Of ben ik? Al mot ik krupen. Dag Ingrid. Goedemiddag, ja. Hi. Dus het is hier prachtig. Ja Ingrid, we staan hier weer even in de zon, andere ja, kant. Ja. Ja, we kijken eigenlijk op Nijmegen, we kijken richting Dukenburg nou. Ingrid. Ja. Ja. Curaçao. En dan Nijmegen. En dan Nijmegen. Hoe krijg je het verzonnen? Hoe krijg je dat voor elkaar? Mijn moeder was ziek. Wij woonden op Curaçao. Ik ben daar geboren op Curaçao. Ja. En tot mijn 16 heb ik daar gewoond. Mijn moeder had een nieraandoening en moest daarvoor naar Nederland om hier geholpen te worden. Maar dat is helaas niet mogelijk gebleken. In die tijd waren niertransplantaties, stonden in de kinderschoenen. En zij is overleden in 68. Maar ondertussen zaten mijn zusje en ik in Nederland. En ben ik via mijn beste vriendin op ballet gekomen, balletlessen bij Ellie Charlotte van Dijk in Nijmegen. Daar heb ik een opleiding gedaan en vervolgens ben ik balletlessen gegeven en hier blijven hangen. Hier blijven hangen? Ja, verliefd, ja, verloofd, getrouwd en kinderen, kleinkinderen inmiddels. Kijk aan. Ja. En je woont nu? Wij wonen nu in de Molenhoek. In de Molenhoek? Ja. Ja. Ik heb 25 jaar op de Hazekampseweg een balletschool gehad onder mijn eigen naam, Ingrid Kuiken. Ja. En toen hadden we het plan om naar Curaçao te vertrekken en hebben het huis verkocht. Maar toen gingen die plannen in één keer niet meer door, want Curaçao was toch niet mijn bestemming. Maar ja, een mooie huis weg, een balletschool weg en toen zijn we naar de Molenhoek verhuisd. Ja, maar de meesten kennen jouw gezicht toch natuurlijk, hè? Als de gastvrouw van een van de oudste restaurants in Nijmegen, ik Claudius. Ik mag zeggen het oudste restaurant. Het oudste restaurant, ja. Hè? Vanaf 1970. In 1970 is Frans, mijn man, met twee zussen en een broer, dit bedrijf begonnen. En van lieverlee is de een na de ander eruit gegaan. Mijn broer is overleden inmiddels. En op 25 jaar doe ik het als gastvrouw. Al 25 jaar dit ja, jaar? Ja, sinds 1990. Jubileum gevierd? Alle jubileeën hebben we gevierd. Elk lustrum hebben we gevierd. Ja, want even kijken. Hè. In de verte zien we de Keizer Karelkerk. Keizer Karel, de grote bank rechts. Ja, rechts. En jullie restaurant is dus Kopmolenstraat. Paul achter. Ja. Tegen de, op het Keizer Karelplein. Ja, Bisschop Haemstraat. Ja. Is dat nou leuk? Een restaurant runnen. Nou, het maakt niet heel veel uit of je dan voor een klas staat met 25 leerlingen of je staat gewoon gezellig met heel veel gasten te babbelen. Ik vind dat leuk. De interactie tussen elkaar en dat is wat ik het liefste doe 's avonds. Ja, ja, want dat is wel een zware job, hè? Het zijn tropenuren, zeggen ze wel eens. Dat zeggen ze van de horeca, ja, dat zeggen ze. En het is, maar ik vind dat gewoon heel leuk om te doen. Ja. Ik heb altijd 's avonds gewerkt, ook de balletlessen waren altijd 's avonds. Ja, want hoe laat begin je dan zo op zo'n... Nou, ik begin meestal om 3:30, 4 's middags. Dan kom ik op de zaak, kijken hoe de reserveringen zijn, hoe we de tafelschikking moeten maken. Zoals gisteravond een grote groep van 20 personen die graag buiten wilden eten. Ja. En dus een beetje de logistiek en het choreografietje van de tafels. En dan gaan we om 5:30 ons een beetje optutten. En om 6:00 gaat het restaurant open. Ja. En dan is het bal, dan is het theater. En hoe laat ben je dan klaar? S'nachts? Gisteravond inderdaad om 12:00. 12:00. Bij 12:30, 12:45 thuis. Ja. Dan is het nog even het laatste journaal kijken. Mm-hmm. Een glaasje drinken of niet.
En dan de volgende dag herhaalt het zich 5 dagen in de week. Ja, maar want Claudius, ja, elke Nijmegenaar heeft de naam wel eens gehoord. Niet iedereen is er wel eens geweest, denk ik wel eens. Want nee. Het heeft toch een naam van, hè? Ja. Het waren vroeger de middenstanders die daar altijd naartoe gingen. Bestuurders die daar aten. Ja. Maar goed, dat is wel veranderd natuurlijk. Het is heel erg veranderd. Het grappige is wel dat het oude actief comité binnenstad van de zomerfeesten ooit bij ons zijn begonnen de Vierdaagse af te sluiten met een diner bij ons in het restaurant. Ja, een beetje in de lijzijde of loefzijde, wat is het nou? Ik ben geen zeiler. Ik ook niet. Maar we staan al hier iets meer in de andere hoek. Wederom een andere blik op de stad. Ja, heel mooi. Even terugkomen de Claudius, hè? 25 jaar, we hadden het er al over. Hè? De saladebar bijvoorbeeld, hè? Dat is toch ook een begrip als je dat zo hoort? Dat is een begrip. Leg nou eens uit voor degene die niet de Claudius is geweest, wat is een saladebar? De originele saladebar is een oud ziekenhuiskarretje. Ja. Wat mijn schoonvader, die toen der tijd hoofdtechnische dienst van het Calicia ziekenhuis was, mee had genomen naar de zaak. En daar hadden ze wit met groen geverfd, een franje eromheen. En daar stonden alle bakken salades op. Een salade, de tomaatjes, komkommer, radijs, de stengeltjes en 4 verschillende sausen die je zelf kan kiezen op je salade. En dat is de kracht van Claudius sinds 1970. Alles is plain en puur. De sausen die erbij zijn of geserveerd worden, kun je naar eigen keuze erbij nemen. En dat geldt ook bij het vlees. Dat vlees wordt allemaal gegrild midden in de zaak. Ja. En ook daar zijn sausjes bij, maar je kunt allemaal apart kiezen. En ik denk dat de continuïteit van Claudius daarvan afhangt dat we altijd kwaliteit leveren. Ja, nogmaals, een gerenommeerde zaak, om het zo te zeggen. Geen Michelinster? Nee. Ik kan ook niet zeggen jammer, want daar moet je wel alles voor uit de kast blijven halen om aan die restricties te blijven voldoen van die ster. En we hebben een open keuken en in eerste instantie, 46 jaar geleden, was dat not done in een restaurant. Dan had je geen open keuken. Dus dat was wel een reden om geen ster te krijgen. Maar we voelen ons wel sterren altijd in het restaurant. We hebben leuke medewerkers, we werken allemaal als team met elkaar. En wij willen graag dat gasten zich ook op hun gemak voelen als ze bij ons komen dineren. Ja, je al 25 jaar zo'n zaak? Nou, ik. Het bestaat 46 jaar, dus Frans, mijn man. Ja. Ik heb wel altijd langs de zijlijn meegelopen vroeger. Ja. Maar het is een vak. Ja. En hoe lang dan? Is er opvolging? Ja, nee, onze dochters niet. Die hebben er helemaal geen interesse in. Ze vinden het leuk om mee te werken, dadelijk met de Vierdaagse. Ja. Onderste Vierdaagse. Dan komen ze zeker naar Nijmegen om mee te werken. Mm-hmm. Maar niet om over te nemen. Nee. En dan? En dan, ja. Geen Claudius meer, dat zou voor Nijmegen. Dan vallen we in een gat waarschijnlijk. Ja. En misschien dat er iemand na aanleiding hiervan zegt van dat is jammer dat die zaak verloren gaat en zich aandient. Je weet het niet. Goed, Claudius, nou, we zien wat de toekomst uit gaat wijzen. Ja, geen idee. Maar goed, je voorlopig gaan we er even door. Ja hoor. Nou, even terugkomen dan. Curaçao, Nijmegen. Wat heeft Ingrid Kuiken met Nijmegen? Nou, mijn moeder kwam uit Nijmegen. Dus toen wij naar Nederland kwamen, was het ook een logische stap om naar Nijmegen te gaan. Haar familie woonde hier. Waar woonden ze? In Nijmegen? Haar vader had op de Genestetlaan, Hoek Willemsweg, ooit een kleine kruidenierszaak. Die is later overgenomen door een oom en die zat daar in de Strandbuisstraat. En zij woonde later bij haar zus in de Javastraat. Ja. Maar ze is dus wel opgegroeid in Nijmegen. Maar al heel vroeg naar Indonesië vertrokken, een beetje rebels als ze was. 23 jaar, achter mijn vader aan, donkere meneer, naar Indonesië. Ja. Even terug, want weinig mensen nog herinneren dat je een balletschool gehad hebt. Ja, ik heb mijn opleiding gehad bij Ellie Charlotte van Dijk op de Bijleveldsingel. Het was een particuliere balletopleiding. In Arnhem had je een gesubsidieerde balletschool.
Maar goed, wij zaten hier met een aantal vriendinnen. En die hebben we nog. We zijn met elkaar echt zo'n clubje oude balletjuffen die het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nog altijd vriendinnen zijn. Had je al over Curaçao? Mis je dat dan niet? Helemaal niet. Helemaal niet. Ga je er nog wel eens naartoe? Of? Ja, regelmatig op vakantie, voor feestjes en partijen. Ja, nog familie wonen daar? Ik heb daar nog familie wonen, een zusje, twee broers. Mijn zusje is getrouwd met een Nijmegenaar, kunstenaar, Herman van Bergen. Misschien wel leuk om dat te zeggen. Ja. Hij is een Nijmegenaar en heeft op Curaçao net een hele mooie Cola de Brotprijs ontvangen voor zijn hele oeuvre en een kathedraal van doornen die hij aan het bouwen is. En zo komt Nijmegen altijd terug. En maar zelf hoor je nou molen? Ja, nu even wel, maar we komen terug. Nou, vertel. We komen terug. Vertel, nou, wat zou je willen? Ik denk dat als wij dadelijk niet meer werken, wij wel heel graag hier ergens aan de Waal zouden willen komen. We hebben interesse in de Lunette, een hele handelskade. Ja. Daar krijgen we alle informatie over binnen. En wellicht dat daar, als we een keertje niet meer werken, dat we daar terechtkomen. Of misschien aan de andere kant, richting Sterrenschansweg. Ja, dat wordt dus ook van alles mooi. Want dat blijft trekken, die stad? Ja, Nijmegen wel. Ja. Ja. Wat is dan zo bijzonder aan? De sfeer. Het dorpsgevoel. Ik heb nog altijd het gevoel dat Nijmegen toch een groot dorp is. Het ons kent ons. Ja? Ja. Merk je dat ook in je restaurant? Heel erg. Heel erg, ja. Maar je hoort natuurlijk, even terugkomen, je hoort natuurlijk dan wel. Ja, je bent gastvrouw, maar je hoort natuurlijk wel van alles. Je hoort veel, je ziet veel, is maar dan niet praat je niet over. Nou, ja, dat wou Potverdor, dan staan we hier op die systeemstoor, niemand kijkt mee. Ja. Nou, of iedereen kijkt mee, maar, maar dan mag je dat hoort gewoon bij het vak. Dat hoort bij het vak, daar praat je niet over. Je praat erover, je kan erover praten, maar je noemt daar geen namen bij. Nee. En wat dat betreft is het gewoon een dorp, want we hebben heel veel vaste gasten die heel vaak en regelmatig terugkomen, gelukkig. Ja. En dan hebben we zo nu en dan hebben een uitzending hier of daar gehad, waardoor je door het hele land bekendheid krijgt en daar mensen ook weer op terugkomen. Dat is wel heel leuk om te zien en mee te maken. De aantrekkingskracht van jullie restaurant over natuurlijk, omdat het al zo lang bestaat, is heel veel bekende Nijmegenaar. Met de Vierdaagse zometeen, dan komen er zoveel vaste gasten, met name uit Scandinavië, die komen allemaal op zondag. Komen ze zich even melden, hebben een reservering gemaakt, komen confirmeren dat ze komen in die week. En dan is het een ontzettend leuke sfeer. Groot terras voor de deur, 40 stoelen, achter in de tuin een tent, want het weer, daar kun je ook niet altijd op rekenen. En je wilt wel continuïteit. Dus dan staan we met zo'n heleboel mensen te werken om het al die gasten naar de zin te maken. Ja, en ook die kwaliteit. En die kwaliteit, daar komen ze voor. Ja. Maar dan is Nijmegen culinaire, is dat nou een topstad? Ik denk dat wij een hele goede top 10 in Nijmegen hebben, ja. Van restaurants. Ja. Saverijn, Nick. Er zijn er echt genoeg. Nee, maar ik kijk even naar het centrum. Mm-hmm. Je ziet die ontwikkeling van steeds meer eetcafés. Ja, straks zijn er meer eetcafés en geen winkels meer. En dan komt niemand winkelen. Dat zou heel jammer zijn. Maar dat is inderdaad wat gebeurt op dit moment. En ik hoop van ganse harte dat er in het V&D gewoon een paar mooie winkels terug gaan komen. Net als in het oude Intersport-pand waar ook allerlei winkels gezeten hebben. Dat hoop ik van harte. Want het is die leegstand maakt de stad er niet vrolijker op. Nee. Wat vind je nou bijvoorbeeld, wat zeg je nou, dat is een hoogtepunt, dat is Nijmegen. Dat heeft geen enkele stad in Nederland. Als je zo is. Voor mij is Nijmegen thuiskomen als ik over die Waalbrug binnen kom rijden. En daar die openheid zie. Ik heb er van de week gezeten met de Giro, Fortuna Park. Zitten kijken en dat ook kan in Nijmegen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En die Vierdaagse, daar kijken we altijd naar uit. Dat is voor mij wel een hoogtepunt van het jaar. Hoogtepunt. Ja, absoluut. Ja. Ja. Als je nou, stel dat je deze stad dat je hier mocht besturen, hè? Wat zou je dan willen veranderen? Nog iets willen veranderen? Of is het nou, dat zou nog wel eens wat beter kunnen. Nou, het parkeerbeleid in Nijmegen. Ja? Dat zou ik heel graag willen veranderen, ja. Ja. Daar waar we vroeger 50 parkeerplaatsen voor de deur hadden, hebben we er nou 5. Ja, maar nou een enorme fietsenstalling. Nou, even, maar dat kan een Nijmegen. Ja. Jullie hebben ook een gigantische parkeergarage onder de Keizer Karel gekregen. Ja, dat is ook iets van de laatste paar jaar. Maar ik vind de Bisschop Hamerstraat, wat eigenlijk het visitekaartje van Nijmegen is, dan kom je daar binnenlopen vanaf het station.
Je loopt de Bisschop Harmstraat in en vervolgens de Modestraat. Loop je eerst tegen een hele grote fietsenstalling aan. Ja. Vind ik jammer. Ja. Hadden ze daar met de Giro bijvoorbeeld wat roze fietsen opgezet, had het er ook leuk uitgezien. Dat vind ik jammer. Als je weer in dat centrum gaat wonen en je hebt de zaak, wat ga je dan doen? Zeg je dan nou, ik ben ermee opgehouden met de zaak en ik ga gewoon eens even lekker niks doen? Of ga je zeggen, ik wil toch nog iets voor die stad gaan doen, ik wil nog iets voor die stad? Ik heb altijd gezegd, als we stoppen ga ik eerst 3 maanden naar Dominica, een eiland in het Caribisch gebied. Ga ik helemaal niks doen. Maar dat zal niet lukken. Wat ik persoonlijk wel zou willen, is me aanbieden als een voice-over bij een ziekenhuis bijvoorbeeld, de radio of dat soort dingen. Ik heb ooit gelezen op het Blindeninstituut en dat is iets wat ik heel, heel erg leuk zou vinden. Ja, ik hoop dat het nog heel lang mag duren, Ingrid. Dat wij nog heel lang van jullie restaurant mogen genieten. Ja, ja. En ik zou ook tegen elke Nijmegen zeggen, je moet daar één keer moet in je leven. Moet op zijn minste keer zijn. We krijgen echt heel veel gasten de laatste tijd die ons in één keer ontdekt hebben en niet eens wisten dat wij daar zaten. Ja. De gevel is ook niet heel erg uitnodigend. Nou, het is een platte voorkant. Het heeft niet echt uitstraling. Maar we zijn wel heel gezellig. Ja. En gasvrij. En gasvrij, heel erg. Ja, ja. Ingrid, hartelijk dank voor je tijd en moeite om hier deze toren te beklimmen. Ja, geweldig. Ik zou zeggen, loop gewoon nog eventjes een rondje. Ja, ja, kijk nog even. Ja, geniet nog even van deze stad. Vanaf dit punt. Ja, het is nog nooit zo hoog geweest. Hey, geniet er nog van. En ik kom zeker weer een keertje dankjewel. Een hapje eten. Oké, dankjewel. Tot ziens. Dag. Al moet ik kruipen op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer die zijn steven heuren slaan. Volg ons online via Facebook @altijdn1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd. N1.